Druiven en dragon, erg lekker. Dat in combinatie met die rosbief die we hebben, toprecept. Kom, we gaan kijken hoe het moet. Een hele mooie rosbief en die gaan we even preparen voordat die op de barbecue komt. Althans, daarvoor klaarmaken. Hoe gaan we dat doen? Om te beginnen met spek. Dat heb ik hier liggen. En we gaan hem opbinden met spek. Even een laagje om die rosbief heen. Dat geeft hem, dat beschermt een beetje. Dat is lekker, dat vetje. Dat kan hij goed hebben. Dus dan overlappen we dat eerst even zo. En dan kijken we even, gaan we het redden. Nou, we doen eentje bij. Op die manier. En dan gaat die rosbief erop. En dan doen we dat hier ook nog even. Zo. Hebben we hem lekker ingepakt. Rollen even zo. Op die manier. Touwtjes. Die. Die. Want dan gaan we hem even opbinden. Even kijken. Deze. Maar denk je die ook nog? Ik verwacht het. Voilà. En dan is het eigenlijk gewoon even thuis omheen knopen en dan kan die op de barbecue. Dus dat doe ik even en dan komen we terug als hij de barbecue op gaat. Wat we nu doen is dat we hem even rondom aanzetten. Ik heb hem zeg maar ook in de directe stand staan, hè, zoals we die kennen. De vulkaanstand, dat vind ik altijd wel mooi om dat te zeggen. Dus even het spekje aanzetten. En dan gaan we eraf en dan gaan we verder met de skillet. En wat we met de skillet gaan doen en die druifjes, dat zien we dan wel even. Deze zetten we aan. Nou, ik heb hem van de barbecue in de skillet gelegd, want hier gaan we natuurlijk nu de smaak in creëren. Eerst even wat boter smelten en dan gaan hier die druifjes in. En als die druifjes erin gaan, dan komt er ook wijn bij. En dan ben ik wel eens benieuwd, Henk. Nou, ik heb, wat voor wijn gaan we zo meteen gebruiken? Ik heb wat heel veel mensen niet kennen, een Pinot Noir uit de Rijn-Pfalz. En dat is een houtgerijpte, hele mooie Pinot Noir. Die best wel wat stevigheid heeft. Ja. Veel mensen kennen Pinot Noir natuurlijk wel uit de Bourgogne. Ja. Maar uit Duitsland komen ook fantastisch mooie Pinot Noirs. En het is een hele fruitige en hele karaktervolle wijn. Aha. En ik denk dat die uitstekend combineert bij deze mooie recepten. Het rosbiefje wat we hebben met de spek. Ja. En we hebben daar zo meteen nog wat lekkere kruidjes erbij. Nou, perfect. Even Stop kijken. Als jij wat inschenkt, dan heb ik hier... Nog even wat kruidjes. Je ziet al met Pinot Noir dat hij een mooie lichte kleur heeft. Ja. En Pinot Noir heeft een lichte kleur omdat de schil van de Pinot Noir niet zo heel dik is. Ja. En dat hoort ook bij die wijn. Maar het is wel een hele karaktervolle, stevige wijn. En dat heeft hij ook nodig, want het is een smaakvol gerecht. Nou, ik zou zeggen, proost op de wijn. Oh ja. Erg lekker. Dit is een rosbief waardige wijn. Dus Henk, aan jou de eer om even lekker wat wijn in de skillet, de gietijzeren pan te gieten. En daar zitten natuurlijk al die druifjes in. Even wat rozemarijn. Ja, kom maar, kom maar, kom maar. Nog een beetje erbij. Ja, perfect. En dit laten we even rustig garen. Een minuutje of 20. En dan gaan we weer verder. Nou, de rosbief heeft lekker een tijdje liggen te sudderen in een pannetje. Nou wordt het tijd om te meten. Het is al donker. Ik denk van, kan die het dan nog wel zien? Maar, oh ja, door de lamp van de camera werkt het niet. Maar dan, kijk, dan gaat die branden. Eerst even kijken waar we zitten. Op de kern. En ik wil 50 hebben eigenlijk als kerntemperatuur om af te halen. Laat hem rusten. En ik zit op 49,5. Ik vind het prima. Hij gaat er vanaf. Want dan kunnen we de saus gaan maken. Nou, hoe ga ik dat doen? Ik haal even de rozemarijntjes. Die haal ik eraf. Hoppakee. Zo. Die erop. Dan gaan we de saus maken. Dat is peterselie, dragon, ansjoven zit erheen, een uitje. En dat even lekker allemaal zo gepureerd in wat olijfolie. Dat gaat hierin. En dat verwarmen we even mee. En dan hebben we eigenlijk de saus voor over het vlees. En dan een beetje zo die druifjes. Als je hem één of twee kapot duwt, is niet erg. Nou, zo. Dat deken van de druifjes. Die erop. En dan lekker die saus overheen. Nou, dit wordt weer genieten. En heb je ook zin in om dit te maken? Kijk even bij de recept hieronder. Daar vind je de link naar het recept toe.
Wil je weten wat we volgende week gaan maken? Je weet het. Even abonneren, druk op het belletje. En dan kan je genieten van nog veel meer lekkere recepten. Nou, dit ziet er top uit. Dit gaan we zo meteen lekker eten. Ik wens je succes als je het ook gaat maken. En tot de volgende keer weer.